Yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar. Kan je vertellen wat Design Den Haag inhoudt? Design Den Haag gaat over design en overheid. En dat is een project dat start nu met een diner met allerlei internationale gasten uit 5 verschillende steden, regeringssteden in Europa. Het komt voort uit de wens om uit het programma Den Haag Creatieve Stad, om Den Haag op het gebied van design beter te positioneren, te versterken, aantrekkelijk te maken. Want design en creative industries, creatieve bedrijvigheid, zijn een hele belangrijke factor die een vitale invloed hebben op de economie van de stad. Design is een onderdeel van allerlei andere culturele uitingen. Maar op de agenda naar 2018 toe gaan we allerlei internationale contacten aanhalen met andere Europese hoofdsteden. Om op die manier Design Den Haag ook een internationaal karakter mee te geven. Zodat we met Design Den Haag ook een hele goede uitgangspositie hebben om straks culturele hoofdstad 2018 te worden. Is dan de gemeente Den Haag voor dit project? Heel belangrijk, want de gemeente gaat, heel simpel, de gemeente betaalt het project nu. En de gemeente wil heel graag, wat ook in het project staat, relaties aangaan met andere regeringssteden in Europa. Dus dan Stockholm, Parijs, Londen, Rome en Berlijn. Yes, I'm from Stockholm and I'm not representing the city, but I'm representing our design organization. And I'm sure that in 2012 we will be able to make a collaboration with Haag on design policy and design and governance. Het interessante van dit project vind ik dat er de basis gelegd kan worden voor een organisatie, voor een kenniscentrum, voor een knooppunt in een internationaal netwerk waar kennis en ervaring op het gebied van de relatie tussen overheid en ontwerper bij elkaar komt. En dat is niet per se afgelopen binnen 10 jaar. Dat kan veel langere en veel bredere consequenties hebben. Ahí viene mi mono. Como me gusta el pelo venir. Mono, mi mono. Dicen que los monos no saben querer.